hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Sparren met Sporters. En deze keer ben ik op bezoek in Remond bij good old Frans Curver. En Frans, gelijk met de deur in huis vallen. Hoe is het met je? Goed. Dit wil zeggen, ik ben geopereerd voor 1,5 maand geleden in de rug. Ik had een zenuw vastzitten en heb ik een paar maanden heel veel pijn gehad. Dat ik niet meer buiten ben geweest. Daar hebben ze me geopereerd, goed geopereerd. Ik heb ook geen enkele pijn meer, maar ik moet leren beter lopen. Goed lopen. Dus ik heb een rollator voor als ik ver ga lopen. Ik heb een scootmobiel. Ja, heb ik. Dus, en dat gaat allemaal goed. Ik ga dus lopen met vrienden, met stokken. Dus dat gaat allemaal. Maar als je zegt van, dan ben ik de laatste 2 jaar heb ik flink ingeboet ten opzichte van mijn benen. Vitaliteit in de benen. Ja, in de benen, ja. Dat moet toch heel apart zijn voor iemand die een leven lang gesport heeft. En ik weet niet, mag ik al zeggen hoe jong jij nog bent? 83. Ik wou nou 31 juli geen bloemen. 84. En altijd zo vitaal, dat moet toch ja, maar dat voor jou verschrikkelijk zijn dat je nou opnieuw moet goed leren lopen? Nou, nee. Kijk, we hebben het er vaak over en dat is de realiteit. Als je 84 bent, dan zijn de meeste mensen, die zijn er niet meer. En dan ben ik nog hier en goed op hier en daarom ben ik blij met mijn leven en dat is acceptatie. Op je scootmobiel door Remond nog af en toe? Ja, en verder ook. Asselt, Odiliënberg, alles. Ik ken 30 kilometer dus crossen. En als het fijn weer is, ja, dan ben ik een gevaar op de weg. En als je stilvalt, Thea bellen? Nee, die valt niet stil. Nee, die valt niet stil. Nee. Ja. Frans, hoe kijk jij terug op jouw professionele carrière? Die bestond uit 2 delen, zelf nog voetballer. Dat is het langste geleden natuurlijk. En de trainerscarrière. Wat moet ik het eerst vertellen? Wat je wil. Nou, luister, kijk, het voetbal is natuurlijk voor mij heel erg fijn geweest. Ik heb het gebracht, 1 wedstrijd met Nederlands elftal naar Israël. Maar wat die 1 wedstrijd, toen was ik zelf schuld. Toen speelden we een dag van tevoren bij Ajax, yeah. Met MVV bij Ajax. En ik kreeg er 6 langs de oren. En er waren er 5 bij, die had ik moeten pakken. Dus ik kom het maandags kom ik op het vliegveld in Schiphol. Daar staat dus de dokter van het Nederlands elftal en die zegt van Frans, joh, wat is dat? Wat is er gebeurd, joh? En ja, toen wist ik al genoeg. Dat is 1 en niet meer. Zo gaat dat, keihard. Ja, nou, keihard, normaal. En we hadden toen de tijd heel veel goede keepers. Ik was ook trots als ik een keer erbij kon zijn. Maar als ik toen Pieter Schraafler en consorten waren goede keepers hoor. Ja, maar jij stond toch ook bekend als een hele goeie, als de wat was het, de panter uit Maastricht, de zwarte panter? ik was geen natuurtalent. Ik heb alles wat ik gehaald had, denk ik, heb ik met kei en keihard trainen heb ik dat gekregen. En als trainer dan? Als trainer, ja. Ja, ik zal een voorzet geven. Je bent nog steeds uniek in die zin. Je bent 6 keer met een betaald voetbalploeg van de eerste naar de Eredivisie gegaan. En je zegt er altijd bij, 7 keer als je Wilhelmina meetelt, dan ben je ook kampioen mee geworden. Ja. Dat heeft geen enkele andere trainer ooit bereikt. Ja, nou. Dat maakt jou uniek. Ja, nou. Het is gebeurd. Ja. Ik kan er niks aan doen. Maar dat heeft natuurlijk met mij te maken. Dus dat ik meestal wel goede ploegen had. En misschien kwalitatief geen goede ploegen, maar dan was de sfeer altijd goed en dat heeft toch veel gewerkt altijd aan de punten die je hebt kunnen halen. Ja, maar een trainer zorgt ook gedeeltelijk voor de sfeer, hè? Ja, dat was bij mij wel op de plaats. Ja, want als ik ergens moest naartoe gaan en ik had geen sfeer, dan was het gauw over. Ja, bijvoorbeeld een klein voorbeeldje, ik had een hele mooie ploeg, de Graafschap. Ach, het was een mooie ploeg. Maar ik was niet thuis, ik leefde daar in een hotel. En dan kwam ik het zondags af en het donderdagsmorgens of zondagsavond was ik weer weg. Dus de ploeg was mooi, de sfeer was goed, ze hebben alles voor me gedaan. Maar op een gegeven moment heb ik ook daar gezegd, het is over, doe ik niet meer. Ja. Ja. Dus de sfeer waar ik werkte, die vond ik wel, die was wel overal wel leuk.
Ik heb jezelf anderhalf jaar mee, bijna twee jaar denk ik, mee mogen maken bij VVV. Ja, dat was leuk voor mij natuurlijk. Ja, dat was fantastisch voor hem. Nee, ik ben niet de makkelijkste, maar, ja, maar daar, de sfeer als je het daarover hebt, ja. Fantastisch. Maar daar zorgde jij ook voor, door de manier waarop we trainen, door... Ja, toen was er nog geen sportvoeding. Daar werd met manager Wiel Theeuwen, daar werd altijd uitgebreid... Zeg jij maar wat, dat geen sportvoeding was. Ja. Dat was een complete maaltijd. Complete maaltijd, maar om dat sportvoeding te noemen gaat wat ver. Ja. Maar het zorgde wel voor de goede sfeer. Ja, ja. We promoveerden. Ja, we werden kampioen. Kampioen, ja. Ja, toch. En wat gaat het om? Daar gaat het. Dat bedoel maar ik. Wat was jij dan voor een trainer? Nou, ik was ten eerste was ik liefhebber. En als ik op een goede manier met jongens kon werken, dan groeide ik in ook. Ja, en als dan de ploeg ook nog een beetje ging presteren en er zat wat publiek langs de velden, ja, dan werd je in dat hele deur werd je meegenomen. Ja, die wist je wel te bespelen altijd. Ja, goed, de ene doet het op die manier en de andere op die manier. Ja. Ja. Maar ik vond jou een no-nonsense trainer. Ik vind dat de meeste trainers, mijn persoonlijke mening, maken het spelletje veel moeilijker als dat het daadwerkelijk is. Ja, maar Maurice, je moet iets in de gaten houden. Deze tijd is anders als mijn tijd. Ja. Wij hadden toen bijvoorbeeld, je pak zelf, je hebt me bij gespeeld. Wiel was manager. Dat was ongeacht, dat was een eenheid. Dat was leuk, dat was allemaal fijn. Maar nu is het allemaal business, geld, enzovoorts, enzovoorts. Dit is niet, ik denk dat niet vergelijkbaar is met onze tijd, tenminste met mijn tijd. Nee, maar ook in onze tijd had je trainers die heel tactisch zich meenden te moeten manifesteren. Ik weet dat jij onze opdracht had, zodra we de bal veroveren, schiet hem naar... Of de ene vleugel naar Babagida, of de andere vleugel Louis Laros. En van daaruit gaan we voetballen. Ja. En dat functioneerde fantastisch. Ja. We hebben zelfs wedstrijden met vijf spitsen gespeeld. Maar doordat iedereen een taak maakte dat allemaal niks uit. Ja, Maurice, je hebt nou... dus als dat te veel is wat we hebben over VVV. Maar je kan een heel goed elftal. Met goede middenvelders, goede verdedigers. Ja, dat was een goed team, vergeet dat eventjes niet. En het was ook op elkaar afgestemd met de juiste man op de juiste plaats. Pak jezelf maar eens waar je stond, hè, in het centrum. Je was de kleinste spits van Europa. Maar je maakt wel genoeg goals om dat te doen. En waarom? Omdat als de bal aan de zijkanten was, dan wist ik, voor die goal wordt gerotzooid. En dan was jij bezig. Rotzooi was er genoeg al. Ja, dat werd een rotzooi. Ja, juist. Ja. En nou, je was eigenlijk iemand die de mensen afleidde en zo. Want, hè, maar ja, als ik wist dat Babagida of Louis Laros de bal had, dan wist ik van, dat gaat wat gebeuren. Ja, maar je zei straks goed, ik kreeg goede teams. Maar toen je ons kreeg, hadden wij na vier wedstrijden al drie keer verloren. En toch wist jij ons op een dusdanige manier te raken dat we op een gegeven moment... En de eerste keer, twee keer, hebben we daar nog mee gelachen. Zo van, ja, het zal wel. Maar wij gingen echt in jou geloven als jij zei, wij zijn de beste. En Graaf, jij bent de beste speler. En Babagida, jou kunnen ze helemaal. En dan krijg je iets onoverwinnelijks op een gegeven moment. Dan heb je zoiets, kom maar op, hè. Ik had een voordeel, ik ging veel naar de kerk. Dus ik wist zuiver wat ik... Je had al voorkennis. Nee, dat is helemaal niet waar. Jullie waren een goed team. En iedereen die daar trainer werd, had met dat team, als je het team pakte, goed kunnen presteren. Ja, ja, dat ben ik niet met je eens. Dat doe je jezelf. Kijk, maar als ik eventjes terug ga dus, naar die teams. Bijvoorbeeld Wageningen. Dat was ook zo'n team. Ja. Op de Wageningse Berg. Wij speelden dus vanuit de tweede divisie, of eerste divisie was dat, tegen PSV, de kampioen van Nederland uit, ja, voor de beker. En we wonnen daar met 6-1. Begrijp je? En dan zeg je, maar ik dacht, als het afgelopen is, ik denk, wat is dat? Hoe kan dat? Wat is hier gaande? Ja, en dan ben je niet trots, want dan moet je ook nog een beetje schamen, want het is onnatuurlijk wat daar gebeurt. Het is niet natuurlijk. Ja, en dat hebben we toen ook meegemaakt. Dus,
met Jan van Beveren in de goal en alles, ja, van de Kuilen, van de, allemaal die, ja, maar, mensen. Dat blijkt wel, dat vergeet je nooit. Nee. En je, hebt, je bent ook een van de weinige trainers die volgens mij alle vier de Limburgse clubs, ja, heeft gehad. Ja. Ik ben begonnen bij Sittard, ja, Fortuna Sittard. Ja. Bij Sittard ben ik begonnen, hè. Dus ik was in de... Dat zal ik je vertellen, dat is een leuk verhaal. Ik woonde toen de tijd in Schinnen. Ja, en ik had twee vrienden, de Witte Karel en de zoon van de veldwachter. En we waren mooi. We gingen altijd de kermis af vanuit Schinnen, zelfs de maandagavond Schinnen. En ik loop eens een keer met die jongens in Sittard op de kermis. En ik was wel bezeten van het voetbalspel, hè? En ik keepte in de Schinnen, dat ging ook goed. En dan kom ik daar en zie ik daar in de hoek Café Sittardia staan. En dat was de opa van de jongens van Fennings had dat café. Nou, ik ben er gewoon binnengelopen. En dat heb ik gezegd tegen die, echt, dat meen ik, hè, dus ik lieg niet in. Ik zeg, ik wil een goede keeper voor jullie. En toen zegt die meneer, Noor van de Boot heette die, Noor Fennings, Noor van de Boot, zei ze tegen. En toen zegt hij, van wie dan? Ik zeg, toen lacht hij niet en zo gedaan, maar ik zeg, ja, ik. Toen ben ik daar dinsdag gaan trainen, op de Tullerenweg, daar hadden ze zo'n trainingsveld. En ik ben er nooit meer weggegaan. Frans, waar zijn we hier? Dat is de Rode Brug in Roermond. Hier komen de meeste mensen bijeen, vooral ook veel Duitsers, die hier genieten van Gods vrije natuur. Hier aan de Maas, ja. Randje Roermond, hè? Ja. Tussen Roermond en Herten. Of ja, is... ja, is Herten, dat ik Herten. Ja. Dat ik Herten. En door tussen de brug liggen in de Roermond en de... Daar gaat, ja. Waarom is deze plek speciaal voor jou? Ja, ik heb, eigenlijk heb ik hier lang gewoond, hier achter in deze woning heb ik lang gewoond. Hè. En toen had ik een hond, een lassie. Een lassie, kom, ja, ik snap het. Ja, en dan kom ik veel dus hier. En hier wordt gewoon mooi. Want hier kent ze ook mooi wonen, hier achter door bij de hockeyvelden en zo. Hier kent ze ook heel mooi wonen. Hockeyclub Concordia. Ja. Dus ben ik dus gestopt met trainen en toen ben ik ook eigenlijk nergens meer geweest waar ik niet toe zeurde. Ik ben wel nog, en dat vond ik fijn, bij VVV een paar jaar geweest. Ja. Ik heb je daar vaak getroffen. Ja, maar dan word ik ook echt puur supporter en had ik veel kennissen in sponsors, we hadden dan een lekkere sponsorgroep. Maar daar ben ik een jaar niet meer gekomen, omdat ik dus te gevaarlijk vond, die trappen en zo wat. Ja. Ja. En dadelijk misschien als die rug helemaal afstaat? Nee, ik ben klaar. Ja. Ik ben er wel klaar mee. Ja. Ik ben opa, ik heb kleinkinderen en zo. Ik heb mijn oudste zoon, die woont in Naarden. Ja, dus ik heb genoeg zo'n Chris woont in, dat ook een goede keeper wordt. Ja. Daar woont in Helmond. Chris heeft bij Fortuna gekiept onder Helmsport. Hé, we hebben Thea net een paar keer... Hé, niet meer heet. Dan zegt ze meneer. Meneer Frans Keurop. We hebben net uw Thea aanschouwd, uw vrouw, al heel lang. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Had Roermond daar ook een rol in? Of? Nee, geen enkele. Geen enkele. Dat is zuiver staat. Ja, trainer. Gerrits was een vriend van mij. De oud-handbaltrainer? Handbal, was een vriend van mij. Jo Gerrits al. Ja, ja, en die vond mijn manier van werken, vond hij goed. Die vond hij gewoon fijn en zodoende hebben wij ons ook leren kennen. En op een gegeven moment, toen moesten wij met MVV naar Sparta. En we gingen altijd met de trein. Ja, en in die tijd ging je nog met de trein. Met de trein, ja. En in Roermond stapte Zwift op, dames. Anders Zwift op, dames. En daar zat ook Gerrits bij en dan weet je wel, trek bij elkaar enzovoorts enzovoorts. En toen heb ik met mijn stomme kop gezegd op een gegeven moment. En toen konden ze kampioen worden en toen moesten ze dus in de buurt van Wageningen moesten ze tegen Nilok spelen. En de winnaar werd dan kampioen en Zwift won.
En ik had gezegd, ja, jullie dus, gewoon globaal had ik gezegd, want ik kon tegen zo nog niet. Als jullie kampioen worden, kom ik vanavond op een receptie. Er was geen receptie. Dus ik naar huis, ik was tweede man, ik naar huis. En ik had me juist in die paar weken, had ik wel leuke kleren gekocht, jongen, door die jonge kerel van dit. Dus ze werden kampioen en ik heb s'avonds het autootje gepakt en naar de sporthal. Maar daar waren ze niet. Dus die waren uit in de stad en daar had je de Amstelclub. Ja. Amstelclub, ga daar maar heen. Heel bekend in die tijd. Ja, ga daar maar heen, daar komen ze wel. Had ik helemaal niet gezegd, ik kwam gewoon voor Zwift. Echt, ik kwam echt, ik kwam echt voor Zwift. En alleen, ik kon ook Thea Hendricks kon ik goed, want ik had met Thea Hendricks ook al eens een keer gefietst in Hulberg van goed doel en zo. Ja. Dus ik ga erheen en op een gegeven moment komen die allemaal binnen en ik ook. En toen troffen we ons. En leuk, helemaal nieuw niet denkende, want ik ben 7 jaar ouder. En ik ben Weneman en Thea had misschien wel eens een vriend gehad van mijn vader en ik. En we hadden lekker wat gedronken en s'avonds was er de Moulin Rouge, een nachtclub. Ja, nou toen... Ik dacht altijd dat hij in Parijs lag. Nee, de Moulin Rouge. En er was de Amstelclub. Daar stond een onafgesloten fiets, een herenfiets. Ja. En Thea ging met mij naar die nachtclub. En daar heb ik ervoor op de stang die fiets gehad. Voor op de stang? Van de fiets, hè? Van de fiets, ja, ja. Voor op de stang. Maar ik heb die fiets ook s'avonds weer teruggezet. En toen zijn we daar tot heel laat in Moulin Rouge geweest. En ik weet nog goed, toen heb ik met mijn stomme kop gezegd, ik zeg tegen je, als je me nog eens wil zien, moet je me bellen. Wat bellen? Dat kan bel ik nooit, zei ze toen tegen mij. Zo, toen kreeg ik al die eerste dingen. Dat was ik niet, hè? Deze ridder. Echt waar? Nooit. Nou, en vanaf die tijd, toen hebben we nog een keer samen meisjes, die moesten Hulsberg van goed doel fietsen. En ik heb toen ook van goed doel gefietst en toen hebben we dus verder af en zo is het een beetje gekomen. Een balletje gaan rollen om in voetbalterm te blijven. Ja. En jouw liefde voor Roermond, is dat door Thea gekomen? Ja. Ik kwam hier nooit. Ja. Ja. Dus ja, nu, hoe lang woon je hier nou al? 35 jaar. Zo? Ja, met die plaats waar ik gewoond heb. Ja. Frans Münsterplein in Roermond. Ja. Speciaal plekje ook dus. Ja. Heel speciaal, kan ze wel zeggen. Hoezo? Vroeger was door de orangerie, ja, en dat was alles te doen, er waren toneels en alles. Dus altijd had hier geleefd. Er wordt dit hier op een gegeven moment het grote V&D, dat wordt het centrum hier van Roermond. Dan is dat aan de andere hand is dat zo geschapen met dit, dus terrassen en zo. Nu is het middelpunt en is het altijd gezellig. Münsterkerk nog? Ja, Münsterkerk. Jij als gelovig mens? Ja. Meer een vraag. Ga je nog wel eens naar de kerk? Jawel. Maar niet iedere dag. Of iedere zondag. Maar bijvoorbeeld de kerstmis en zo wordt allemaal de nachtmis. Daar gaan we altijd naartoe. Ja. Ik heb een tijd een vriendin gehad die wilde altijd voor het zingen de kerk uit. Ja, hou het zo. Dat heb je niet altijd gehad. Ja. Ja. Hey, maar dus, Ik zeg altijd, Roermond is niet groot, maar Roermond is wel heel gezellig, hè? Roermond is een mooie stad. Echt een mooie stad, hier is ook van alles is te doen. Maar ja, ik denk dat iedereen, dat als je met iemand van Venlo praat, zeggen ze ook, Venlo is een mooie stad. En dan geloof ik dat ook. Venlo is ook een mooie stad, maar dit is ook een mooie stad. Absoluut. Wij hadden in de vorige uitzending hadden we Roy Curvers, ex-wielrenner, tegenwoordig ploegleider van Team DSM, van de jeugd. Ja. Die had een vraag voor jou. Oh. En die leidde die in met van God, Frans, VVV leeft in deze regio, in Roermond ook nog, VVV gedegradeerd. Hoe heb jij die degradatie beleefd? Eigenlijk heel makkelijk, omdat ze dus eigenlijk van begin af aan al plaatsvond. Toen ze op een gegeven moment bepaalde spelers weg lieten gaan enzovoorts. Ik voelde dat gewoon aan. Kijk maar eens. Ja, kijk uit wat je zegt, het is mijn clubje. Ja, nee, ik wil ook dat clubje niet afkomen. Maar ik had de mooie tijd meegemaakt bij VVV. Niet toen ik trainer was, maar ook toen ze met kampioen werden. Met Marie Stijn. Met Marie Stijn.
En Maurice Stijn was eigenlijk een trainer naar mijn hart. En ik vond ook toen Maurice bij VVV weggaat, vanaf die tijd is het bergaf gegaan met trainers. Maar kun je je voorstellen dat je de topscorer van de Eredivisie in je ploeg hebt met en toch goals. Degradeert? Met 24 goals. Ja, 26 zelfs. 26 goals en toch degradeert. Ja. Jaco Maakens. En dan ook nog een van de betere keepers uit de Eerste Divisie. Ook een nog. Redelijk degelijke keeper, ja. Hele, ja. Want die heb ik in de zien keepen. Maar Frans, dat en de halve finale in de beker halen en toch degraderen, hoe kan dat? Hij lacht. Dus voor mij is dat... Luister, ik heb toen straks al eens aangehaald toen Dinges vertrok, hoe heet die, Stijn vertrok naar Breda of waar. Ja, toen... Dat was een goede trainer. Daarna hebben ze... Die wist de juiste snaar in de groep te raken. Ja, dat was een echte trainer. Dat was een voetbalmens. Maar aan de hand heb ik daar mensen zien komen en dan dacht ik van ja jongen, luister eens, je bent aan het kijken wanneer hier het loonzakje komt. Maar die hadden dit ook niet. Kijk, VVV is een ploeg, dat heb je of dat heb je niet. En de meeste mensen hebben het niet. Ja? Kijk, nu moet ik wel vertellen, er is veel veranderd. Toen Wiel Thewe daar was, ja, dat was ook een oud-manager Wiel Thewe. Ja, dat was een man naar mijn hart. Ja, die had de snaren in de hand. Nu is het allemaal bijvoorbeeld, ja, dat is zo, ik vind het heel erg gevaarlijk te zeggen, maar als ik zie wat ze allemaal halen. En, van ver. Van ver en niet wetende van wat is het nou. Ja, het zal moeilijk zijn. Ik zal ook geen schuldige daarop zeggen, maar het zal moeilijk zijn. Ze hadden toch in die Eredivisie de beste, wat je zegt, topscorer. Maar daar waren het er ook bij. Ja, die kregen op Sinterklaas een paar nieuwe voetbalschoenen. Ja? Ja, vond ik ja, wel. Wij zeiden vroeger, die hebben de dozen vergeten eraf te doen. Ja, vond ik wel. Het was niet om aan te zien. Dus gewoon ook kwestie van weinig kwaliteit? Vond ik wel. Weet je nog wat je tegen mij zei toen ik je de eerste keer belde voor dit interview? Ja, ja, vraag je mij. Voor trainer. Ik zeg, maar ik doe het niet meer. Nieuwe trainer van VVV, ja, zeg je. Ik doe het niet meer. Nee, dat snap ik. Nee, ik doe het niet meer. Maar het is niet makkelijk. En ik weet ook dat de kritiek ook heel snel daar is als iets misgaat. Maar ze hebben het ook allemaal moeilijk. En de grootste factor moeilijk is financiën. Ja, juist. Dat hebben we bij ML5 niet, dus we drinken er nog eentje. En dan bedank ik de kijkers al. Nee, ik niet meer. Dicht niet meer? Nee, ik drink mee. Ik ga dorst. Ja. Ik bedank jullie weer wederom voor het kijken. Over 2 weken zijn we terug met een nieuwe aflevering met Sparren met Sporters. Namens Frans en mij, van Oeteremunt. Groetjes. Hoi.